In een bijzondere ontmoeting delen zangtalent Emma Kok en Klaus Casimir van Oranje warme momenten in Parijs. Op Instagram uit Emma haar vreugde over deze ontmoeting en Klaus Casimir deelt zijn enthousiasme. Deze verbinding tussen de twee lijkt spontaan en waardevol, waardoor Emma haar dankbaarheid uit voor Klaus aanwezigheid. Ondanks Emma's worsteling met een zeldzame en ingrijpende maagziekte, schittert ze als 15-jarig talent. Haar ontroerende gastoptreden bij André Rieus' concert vorige zomer, Waar ze het nummer volaf van de Franse zangeres Barbara Pravi vertolkte, raakte het publiek tot tranen. Miljoenen kijkers op YouTube waren getuigen van haar indrukwekkende optreden, terwijl Emma achter de schermen moedig twee grote pompen met zich meesleepte, 22 uur per dag aangesloten op haar maagzonde. De ontmoeting met Klaus Casimir voegde een nieuw hoofdstuk toe aan Emma's bijzondere verhaal, waarin haar doorzettingsvermogen en talent schijnen te zegenvieren. Het is een ontmoeting die verder rijkt dan het oppervlakkige en getuigt van de kracht van menselijke connectie, zelfs te midden van uitdagende omstandigheden.